In deze video laat ik zien hoe je Minecraft 1.8 pre-release kan krijgen die net is vrijgegeven om te downloaden. En ja, het is vrij simpel. Je gaat gewoon weer naar modsforminecraft.com. Zie je al, Minecraft 1.8 has been leaked. Klik je op client. Open je hem. Verwachten. Eentje terug. Dit is trouwens WinRAR, moet je even downloaden. Of 7-Zip kan ook, maakt niet uit. Moet even gewoon op Google zoeken. Is gratis. Daar heb je hem staan, Minecraft Jar. Deze is van 1.8. Gaan we naar procent updata procent. Minecraft bin. En dan delete je je Minecraft Jar die er staat. En je sleept deze erin. En dan ben je eigenlijk al klaar. Sluit je alles. Start je Minecraft op. Log je in. En dit is Minecraft 1.8. The work of Notch. Even weg. New world, je hebt survival, je hebt creative. Je kunt, in creative heb je gewoon alles. Heb je gewoon oneindig. En survival is gewoon wat je gewend bent. More world options. Structures. Nou, het zal allemaal wel. Doe wel gewoon survival. New world, maakt niet uit. Oké, even wachten tot hij de world create om te laten zien dat het echt werkt. Dus ik waarschuw wel, er zitten veel bugs in. Heel veel bugs, denk ik. Het is ook nog maar een pre-release. Volgens mij, ik verwacht dat de echte Minecraft 1.8 maandag uitkomt. Ik zie het ook linksboven in mijn scherm staan. Daar. Minecraft Beta 1.8 pre-release. Ja, nu speel je eigenlijk 1.8 dus, maar het is heel buggy. Je zult heel veel bugs tegenkomen als je het speelt, maar je kunt toch een kijkje nemen. Wat het verschil allemaal is. Wat als ik dit... Ja, zie. De beesten, de varkens, ze rennen nu van je weg. Nou ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van het filmpje. En zie ik jullie volgende keer weer. Bedankt voor het kijken.